De spelers van SC Jereveen bij de beste size ploegen eindje, maar na het verliesje in NEC vinden ze haar een op plak 9. En van Cambuur binnen de play-offs 4-4 na het 2 1 in De Graaskap. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Texas. Op een nijde kophalt. Oh ja, Okaba! En dan wordt hij voor een de toerie in de de komt heen voor in de kapper. Ja, in de zit hij erin, hè. is het de centrale verdediger, Sandro Schenk. Nog een keer de nog een keer de combo. En deze is het boven. Spin bij de oren is bij de paaf. Daar zit hij erin. Het is onverdanig Hunt. Dit is een soort uh, Johan penalty Rachel de midden, knal hem erin. Goedemakers oh. in de sectie mee. Pas nou op, jongens. Oh, 2-0, Ja, 2-0. Oh. Ja, en hij zei, maak het hier, werk. Het is Robert, de Spanjaard. Ja, ja. dit is het doelpunt van de Graafschap. Oh, 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 De Graafschap scoort in. Wat is het? De 84e minuut. Ja En de heren, ze zitten de weg klaar voor. Geert van Thun en Joerd, twee speciale gasten. oord prof van van Zewolk, Kamperl, Gerreveen, Geert Jelle de Vries en no-nog-trainer van SC Jereveen. Ook in het Fries, graag. Ja, Kees van Wonderen. Ja, je moet mij ook in het Fries aankondigen. Ja, no-nog-trainer van SC Jereveen, ah, okay, ja. Kees van Wonderen. <laughs> nee, ja, <dankjewel>. ja. <laughs> nou, mooi is de beste uh, Kees. Volkom. En volkom, ja. dat was ook het allereerste woordje wat jij zei tijdens je presentatie, tijdens je aanstelling bij Heerenveen. Zijn er in de tussentijd nog wat vieze woordjes bijgekomen? Nou, niet zoveel. Niet zoveel? Misschien nee. ontzien of zo? Ja, dat vooral. En uh, we speelden toen tegen Feyenoord uit. En toen zei Andries na de wedstrijd dat we woesten dat met z'n allen dat tot iets te gang. Dus dat, die heb ik ook onthouden. Ja, okay. maar, uh, maar voor de rest is het uh, helaas, uh, Ja, daar moet je mee opgegroeid zijn, omdat. Goed te kunnen spreken en, in, en mee te kunnen praten. Ja, nou dan lijkt het me verstandig, heren, om deze uitzending gewoon in het Nederlands te gaan doen. Helaas. Ja, toch? Ja. Uh, nou ja, vorige week ben jij natuurlijk uh, door ons met ietwat bravoer uh, groots aangekondigd. Want jij zou hier in de podcast uh, bekend gaan maken. wat je zou, wat wat zou gaan doen. Ja. Maar wat schetst onze verbazing? Vanochtend om 11 uur komt er een persbericht. Je gaat niet door bij Herenveen. Dat had ik niet moeten doen. Ik had even moeten wachten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat je eigenlijk hier bekend moeten maken. Ja, ja eigenlijk wel. Maar goed, uh, wanneer heb je de knoop doorgehakt? Uh, nou, afgelopen week hebben we samen besloten om niet verder te gaan. Uh, en voor mezelf had ik dat al wel eerder bepaald. Gevoelsmatig. Uh, dus ja, maar definitief vorige week. Ja, was het een moeilijke beslissing? Uh, ja omdat wat ik al zei, eh, ik vind Herenveen een prachtige club nog steeds, uh, en daar ligt uh, ook nog steeds een, een geweldige uitdaging om om van Herenveen zeg maar de club te maken hoger in rang, vind ik. Daar moet nog wel wat voor gebeuren en, en er zijn al wel stappen gemaakt, ook ook in voorwaardes zeg maar. Um, alleen. Ja, om dat verder uh, gestalte te geven, om dat echt jouw kant op te, te duwen, ja, dan moet je wel met elkaar op één lijn zitten. Of, of tenminste, uh, grotendeels op één lijn zitten. En dat zitten jullie niet? En, en, dat, en dat zijn we niet. Nee. nee welk punt dan niet? Nou, het grootste punt is, en want dat vind ik de, 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 de core business in het voetbal is. Uh, je spelersgroep optimaal met je middelen optimaal uh, zien te vullen. Dus dat je zo goed mogelijk uh, elftal op de been hebt. Uh, dat faciliteer je met een goede staf. Dat gaat aan de gang. En dan uh, ontwikkelen de spelers zich. Je gaat spelers verkopen. En er moeten weer nieuwe spelers komen. Nou ja, dat kunstje. Dat moet je beheersen. Uh, en als je dat niet beheerst, dan, ja, dan, dan uh, loop je tegen allerlei moeilijke uh, periodes aan. Of, uh, kom je niet op, op de ranglijst op dat punt waar je vindt dat je moet Men horen. beheerst dat niet, dat kunstje. Nou, ik kijk er anders tegenaan als dat Herenveen uh, doet. Jouw ja, tenminste... conclusie is dat Herenveen dat kunstje dus niet beheerst. Nou dat, zeg, nou, dat zeg ik niet. Maar ik zeg dat uh, om dat goed in te vullen, moet je met elkaar op één lijn zitten. Hè? Dus dan moet je weten welke types moeten er komen, welke... Uh, en dan kan je met elkaar een elftal bouwen. En als je daar anders over denkt, uh, ja, dan zit je niet op één lijn en dan moet je niet met elkaar gaan werken. Ja. Zij, zij doen een ander kunstje, dan zou je kunnen zeggen als ik. Ja, okay. Het was best wel een beetje een wonderbaarlijk proces. Hè? Want jullie zouden in de winterstop met, met, met het trainingskamp al met elkaar praten, er wordt dan uitgesteld. Dat duurt maar in, dat duurt maar in, dat duurt maar. Uh, waarom mijn, moeder, moest... ja, mijn moeder zei altijd van uitstel, Komt af zo. Ja, en dat niet gevoel, altijd. Toen hadden wij er wel bij. Dat was, nou dit, hij heeft het jij dus al lang besloten dat hij dat allemaal niet meer gaat doen. En dat is intern wel bekendgemaakt. Maar er is kennelijk een of andere reden om dat nog even niet bekend te maken. Of, was nee, dat je, moet, je moet het gevoel krijgen. Ik moet hè, van mijn kant, want ik beredeneer dan even van mijn kant, ik moet het gevoel krijgen dat de kant waar je op wil, dat je dat met elkaar, dat je daar naar, naar elkaar toe groeit, of dat dat is iets wat wij naartoe kan wer uh, werken. Uh, en, en het moment in de winter is voor mij niet een, een moment, en voor RV ook niet, om dan al te zeggen, nou dat moet nu in de winter. Okay. Uh, en daarom zeiden we eigenlijk beide van nou, we schuiven dat gewoon voor ons uit. Ja? En dat had ook wel te maken met, toen hadden we even een goede periode. Alleen voor de winter verloren we van Cambuur en van Vitesse. Dan is de, het sentiment ook is, is wat, wat, ja, wat, wat, wat minder, natuurlijk. Uh, en dat heeft daar ook mee te maken. Nou, laten we eerst eens ons focussen na de winter op het presteren met ons elftal. En dan gaan we daarna gaan we kijken hmm. uh, of we met elkaar verder willen of niet. Ja, okay. Wat vind jij, Gijlle? Verraste uh, verrast het nieuws jou? Uh, nou, uiteindelijk natuurlijk niet. Omdat je ziet wat er gebeurd is de laatste weken. En dat uh, een club geen duidelijkheid geeft, is natuurlijk al een signaal dat er iets niet goed zit. Nou ja, het verhaal Maurice Stijn komt daar tussendoor. En ik denk ook dat dat de reden is dat jullie nu gezegd hebben: van nou ja, laten we het maar naar buiten brengen. Want uh, er is geen houden meer aan, iedereen die weet het nu. En uh, het zou ook heel raar zijn dat nu gezegd wordt: van ja, we willen als club willen met verwonderen door. Ja. En, en jullie hebben altijd gecommuniceerd de laatste week: van ja, ik vind het prima en de club is, uh, is goed bezig op het moment dat ze zich oriënteren op een andere trainer. Maar indirect was dat natuurlijk een publiek geheim dat, dat, dat het betekende dat er uh, aan het eind van het seizoen dat je afscheid van elkaar neemt. Ik, ik vond dat een hele logische, dus nee, verbaasde uh, niet. Nee, nou, laten we het nog even hebben over die foto's. Want uh, afgelopen vrijdag was er dus een gesprek tussen Ferry de Haan en Maurie Stijn. Um, er zijn, dat gesprek was in Van der Valk in Wolvega. Niet zo heel ver van uh, Heerdeveen. <laughs> dan dan lekken er natuurlijk foto's uit. Hè. Dat, uh, daar kan je van op aan. Daar kijk, daar zijn ze. Daar staan ze. Met een uh, heel uh, koers naar Europa. Een heel mooie, uh, hele mooie presentatie van uh, Maurice Stijn. Oh, daar wil ik het graag nog even over hebben. Over die tekst straks. Ja, okay. dat, dat, dat kunnen we straks even doen. Okay, maar wat dacht jij, Kees, toen je dit zag? Deze foto's. Nou, die heb, ik heb ze eigenlijk nog niet zo gezien. Tenminste, uh, ja, gisteren wel. Maar niet uh, op die dag. Ik hoorde wel, want dat Ferry legde mij dat uit, dat hij die, dat die een gesprek had met, dat stond al gepland eigenlijk, uh, met, met Maurice. Uh, alleen dat er een foto was genomen, dat dat uit was gelekt. Dus ja, ik heb dat voor kennisgeving aangenomen. Uh, alleen de impact wat die foto's heeft gehad, uh, vervolgens krijg ik allerlei uh, vragen natuurlijk, en onrust binnen mijn staf binnen mijn spelersgroep, maar ook de pers. Uh, hoe jullie dit nou benaderen? Dus, uh, gisteren zat ik een stuurje voetbal te kijken, dan heb je een poll van. Dus, uh, dat wordt uh, helemaal opgepakt, terwijl uh, als die foto er niet is, als je bij iemand thuis gaat zitten, en da dan gebeurt dat ook, alleen niemand weet ervan. Waar was jouw eerste gesprek met heer de Venne Daan? Ook bij Van der Valk. Eerste gesprek. Weet je dat? Nee, dat was dat was bij in Lemmer bij uh, bij Ferry thuis. He, dus dan, dan heeft niemand uh, heeft daar, geeft daar rugbaarheid aan. Of het heeft, is ook helemaal geen issue. Nee. Want heel veel clubs doen dit. Die oriën, oriënteren zich met, uh, bij, met andere trainers. Van wat is jouw visie? Hoe kijk je daarna? Uh, passen wij bij elkaar? Hoe dat doen heel veel clubs. En dat mocht ook van, van jou. Want jij hebt altijd gezegd, ik heb daar wel vrede mee. Als jullie ook een beetje om je heen gaan kijken. Nou, mocht ook. Ik bedoel, ze hoeven mij geen toestemming te vragen. Ik heb alleen gezegd. Nou, het is toch raar als je contract nog doorloopt is... en ze gaan spreken met, met Jan en Alleman? Nou, dat vind ik niet raar. Dat vind je niet raar? Nee, dat vind ik niet raar. Want op het moment dat ik, dat ik zelf zeg, ik ga niet verder, dan moet je wel weten welke training je moet hebben. Op het moment dat je dan al je huiswerk gedaan hebt, dan kan je zeggen, oké, okay, hij, hij wil niet door. Oké, okay, dan schakelen we. We hebben met drie kandidaten gesproken. Uh, we, we leggen ons lijntje met nummer één of twee of drie. Uh, want da, da, die heeft een goede indruk op ons gemaakt. Ja. Van... Alleen, je moet dat niet bekendmaken, want nu krijgt het een hele lading. Wat het helemaal niet hoeft te hebben. Ja, maar jij maakt het ook bekend. Jij, jij hebt in alle openbaarheid gezegd. Ik vind het prima en logisch eigenlijk. Dus zoals je het nu ook uitlegt. Dat Heerenveen met andere trainers zich gaat oriënteren op andere trainers. Ik, voor zover ik mij kan herinneren ben jij de enige trainer. die dat op deze manier zo duidelijk en onomwonden naar buiten heeft gebracht. Je kunt dat intern zeggen. En dan, kan, dan, dan ben je het erover eens. Maar ja, het was net als. Het was mocht. natuurlijk al bekend. Uh, dat jullie niet met elkaar doorgingen. Uh, onderling is dat besproken. En, uh, of dat nu afgelopen week is geweest. of een aantal weken geleden. Maar ik kan me niet voorstellen. dat jullie uh, samen met Ferry. dat je om de tafel zit. en dat je zegt van nou. we willen beide door. dat ze dan met Maurice Stijn gaan praten. Dat doe je niet. Want dan zie je het wel als een mes in je rug. Dus er is iets anders aan de hand geweest. Ja, klopt. En dat? er is iets. Nee, dat klopt niet. Wij hebben afgelopen week. en om precies te zijn was dat donderdagavond. We hebben we bij elkaar gezeten. Uh, en toen hebben we uh... bij Ferry thuis? Nee, dat was ergens, van nou, de Valk. ergens in Arnhem. Uh, toen hebben we met elkaar besloten. Toen hebben we hebben elkaar ook een hand gegeven. Van, nou, dan, dan uh, moeten we niet met elkaar verder gaan. Maar toen is er alsnog gekozen uh, om het geheim te houden. Want ik heb jou gisteren na de wedstrijd gehoord in een uh, interview. En daar wordt aangegeven, we gaan in de komende tijd gaan we verder praten. Terwijl het dus eigenlijk al bekend was dat jullie uit elkaar gingen. En daar zullen redenen voor zijn. Alleen, jullie hebben samen afgesproken, we gaan het nu niet bekendmaken. Nou, dus wij hebben donderdag elkaar een hand gegeven en we gaan niet met elkaar verder. En dan ga je de juiste route volgen. En wat, je, wat je dan eerst gaat doen, is je, gaat je spelersgroep inlichten. Je staf inlichten, je spelersgroep. Je gaat niet, je gaat niet als eerste naar de pers. Je gaat als eerste. Ja, je, je gaat. He, dus die, je had de juiste volgorde. Wanneer doe je dat dan? Nou, dat doen we na de wedstrijd van NEC. Dus wat ik zei, we hebben een gesprek gepland en we gaan op op korte termijn bekendmaken uh, wat het, wat de. Ja, ja. Oké, okay, maar dat dat speelt vanaf donderdag en niet eerder. En niet eerder. Nee. Oké. Okay. En en wat ik net zei, ik had ik had al wel langer een gevoel van. Nou, volgens mij uh, is moeten we is dit niet de weg. Uh, waarop wij op moeten gaan, dat was mijn gevoel. Maar dan nog kun je, hè, als ze mij het gevoel geven van... nee, maar we willen die, ook die kant, we willen zo, we willen juist dat, je, dat we doorgaan... Nou, dan, dan kan je nog een uh, soort van in twijfel gebracht worden. Maar in, in, in het gesprek wat je, waar we mee begonnen zijn... Uh, is het eigenlijk een beetje indirect kritiek, ook op Ferry de Haan... dat je zegt van ja, we zitten niet op één lijn, want ik vind niet dat er voldoende professionalisering is op het gebied van nieuwe spelers, op het gebied van scouting. Zo heb ik het net. Uh, en als niet zo is, dan mag je me gerust onderbreken. Maar zo heb ik het gehoord. Nee, wat ik gezegd heb is dat uh, op het moment dat je die uitdaging vorm wil geven, dus het formeren van je elftal, moet je daar op, op, samen in optrekken. Moet je daar op dezelfde manier naar kijken. Op het moment dat je daar anders naar kijkt, over het invulling van je, van je ploeg, aan het bouwen van je elftal. Dus wat voor types moeten er komen? Waar moeten die aan bestaan? Wat, wat is het huidige voetbal? Wat wordt er gevraagd? Als je daar anders over denkt, ja, dan, moet je, dan, moet ik, uh, dan wil ik niet volgend jaar in de situatie zitten, ja, er zitten allerlei spelers in ons elftal, maar ik sta daar niet achter. Nee. Dus het is een andere manier van kijken. Maar is, uh, als je kijkt naar professionalisering, hè, je hebt aangegeven, uh, van, daar zijn stappen gezet. Steekt het dan niet dat er geen uh, technisch directeur is? Nou, de technisch directeur is Ferry. Ja, maar die is ook algemeen directeur. Maar die is ook algemeen directeur. Dus hij heeft... Uh, maar dat, dat, dat weet ik, dat, Dan moet ik voor hem gaan praten. Maar hij heeft dus een aantal uh, taken uh, bij anderen neergelegd... zodat hij toch wel die, die, die binding met dat voetbal uh, houdt. Uh. Maar de concrete vraag van mij is eigenlijk... vind jij het professioneel van een club als Heerenveen, die? Uh, drijft op aankopen en verkopen en goed scoutingsapparaat. Daar nou, moeten ze op draaien. Elke club drijft daarop. Uh, ja, maar Herenveen wel in het bijzonder, denk ik. Maar goed, uh, is het dan professioneel dat je, dat je uh, geen technisch directeur hebt? Want ja, indirect geef ik het antwoord al, zoals ik erover denk. Jij vindt het niet professioneel? Uh, Die, dat ja, proef ik. Ik vind het niet kunnen. Nou, dat, dat ligt eraan. Kijk, op het moment dat je het zo inricht dat je zegt, de, de technisch directeur is Ferry... maar die, die wordt algemeen directeur, daarmee krijg je een aantal uh, uh, taken erbij, commercieel, facilitair, noem het allemaal maar op. Op het moment dat je die weer onder kan verdelen in de, in de managers daaronder en je je eigen vrij kan maken om je technisch directeurschap te blijven uitoefenen, dan zou dat kunnen. Uh, maar ik ben het wel met je eens. En dan herhaal ik de woorden die ik aan het begin zei. De core business in een voerbedrijf is je elftal zo optimaal mogelijk invullen. En dan met, met staf eromheen. En dat, moet, en dat moet rollen en marcheren. En ja. voor een technisch manager of directeur is het. Daar moet je bovenop zitten. Dat moet lopen. Ik ja. moet de juiste spelers hebben. Ik moet de juiste hebben. Nog staf even over hebben. die spelers. Want jij zegt steeds over die spelers. Hè? De juiste spelers. Er zijn wel aankopen gedaan in ja. de winter. Ja. Stort je daar dan niet achter? Nou. Kijk, ik, ik ga niet mijn eigen uh, vrij pleiten. Of dit, dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus ik ga ook niet zeggen dat ik een, een speler niet wilde hebben of, of wat dan ook. Ik, ben, ik heb voor twee jaar getekend en ik, met alles tot, tot zal, op het laatst zal ik het belang van Heerenveen uh, behartigen. Maar stonden alle zijden op groen? Want ik ben dus van de oude stempel, hè? Dat heb ik, vorige, ik heb vorige keer ook wel eens een keer gezegd. In de tijd van Riemen was het gewoon zo van de voorzitter, in, dat, in zijn geval Riemen van de Velde, dat zij moest op groen. Hoofdscouting moest op groen. En dat van de hoofdtrainer. Alleen als al die drie zijn op groen staan, dan gaat het transfer door. Ja. Stonden Loijzus, Loijzu, alle zijn op groen? Bij Heerenveen is het zo dat, dat uh, de technisch directeur, Annex Annex, uh, algemeen directeur, die heeft uiteindelijk de beslissing over welke speler er komt. Ook als de hoofdtrainer dat niet ziet zitten. En, en hoe het gaat, is, de, de, de scouting uh, brengen spelers in. Uh, dat komt bij een algemeen directeur, technisch directeur. En dat komt ook bij de technische staf. En daar kijk je met z'n drieën naar. Ja. Maar uiteindelijk is er iemand die daar een klap op moet geven. Ja. Nee, maar dat en dat moet ook de dat trainer de niet. niet zijn. Nee, maar dat was de vraag niet. Kees. De vraag is: of alles zijn dan op groen stonden, ook die, die van jou. Nou, niet altijd staan alle zijn op, op groen. Stort hè? er in een concreet geval een zijn van jou niet op groen. Terwijl nou, die ik ga niet wel hier komen. iets zeggen over het, het, de keuzes en wel of niet en wie ervoor voor was en wie er Helemaal tegen. Was. Zonder, zonder namen te noemen. Jij je hebt wel eens een drongen? keer een zijn op brood gezet en toen is hij toch gekomen. Dat is wel eens gebeurd. Die het dan maar is. Nou, een zijn op de... brood. Ik zet geen zijn op brood. Ik bedoel, ik dien het belang van Herenveen en als we. Uh, Grotendeels met z'n allen vinden dat een speler, een speler moet komen, dan stel ik wel vragen en dan zeg ik ook uh, waarom ik eventueel opmerkingen heb. Maar als dan toch uh, het overgrote deel vindt dat die moet komen, dan zeg ik oké, okay, dan, dan gaan we aan de slag. Want... Ja, dan dan ja, okay. wordt mij nu wel duidelijk waarom uh, een aantal spelers uh, weinig kansen krijgen. En een kans moet je zelf uh, afdwingen. Ja, maar het spelen stellen ze zelf op meestal. <laughs> nou, dus niet, niet helemaal, maar voor een deel is dat wel waar. Uite uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Alleen, het is wel zo dat het raar is dat er jongens worden gehuurd, waar in de situatie van Heerenveen moet je zeggen, oké, okay, als je een speler huurt, moet het gelijk een aanvulling wezen op datgene wat je hebt. Nou ja, dat is... Uh, Concreet een naam? Uh, nou ja, die Loizu. Loizu? Lois, ja. Die is gehaald voor de rechterkant. En er ja. hebben nu een aantal spelers hebben daar gespeeld, maar hij nog niet. Nou ja, en, en aan het verhaal wat ik nu hoor, dan denk ik van ja, dan is het logisch dat uh, uh, niet alle zijnen op groen hebben gestaan. En dat trainer zegt van ja, ik ben het niet eens met de werkwijze. En ik, het, dat ik, je eigenlijk zegt, wat moet ik met die vent? Nou ja, ik, ik, ik je kan ook gewoon dat, de derde rest. Ik stellen. opstellen. Ja, dat. nou ja, goed, dat, dat is, was een tactische keuze, heeft goed uitgepakt. Dus daar kun je achteraf kun je daar niks van zeggen. Maar goed, uh, het is wel zo dat je, dat je, dat je uh, een team hebt. Als je daar niet achter staat als trainer. Uh, Maurie Stijn uh, met Ajax is het grootste voorbeeld. Ja, dan sta je natuurlijk al een paar nul achter. Uh, 1-2-0 achter. Ja, en als dat is wat er gebeurd is. We hebben daar nog nooit iets over gehoord. Dus. Uh, nee, maar dat is ook dat niet is zo. De uh, het elftal wat er staat. Daar hebben we met allen, zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Ik ook. Over het presteren in goede en negatieve zin. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Daar loop ik ook niet voor weg. Ik, ik moet alleen een besluit nemen nu over de toekomst. Of ik de trainer van de toekomst moet ja. zijn van Herenveen. Dat kan ik alleen maar doen als ik vertrouwen heb in het samenbouwen van het elftal. Als ik dat niet heb, dan moeten we een andere weg inslaan. In ja, en, en wat er ja. nu gebeurt, uh, dat is een gezamenlijke verantwoording. En wat jij zegt, ben ik het ook niet mee eens. Op het moment dat je een speler huurt, hè, want we hebben Charlie Webster ook gehuurd. Dat is een jonge, talentvolle speler van Chelsea. Daarvan wisten we dat hij nog jong was, dat hij de stap moet gaan maken naar seniorenvoetbal. Daar is hij volop mee bezig. Hij krijgt ook heel weinig minuten. Uh, maar daar heb je geen zekerheid in. Het kan ook zijn dat hij in één keer, à la Mason Mount bij Vitesse, in één keer wel die sprong maakt. En dat je, dat je dan uh, iets opgebouwd hebt, ook met Chelsea, dat je de, de, vervolgens de meerdere spelers kan huren. En je kan niet allemaal A-spelers in je selectie hebben. Je hebt soms ook, en Loyces is ook een goedkope optie, die konden we uh, halen. Uh, hè, waarbij je ook, ook financieel je geen grote offer uh, doet. Uh, en het is een extra optie voor ons, uh, voor de zijkant. En uh, iedereen zegt dat, dat, dat wij hem huren, en dat, maar dat het ook gelijk uh, een toegevoegde waarde en een basisspeler moet zijn. Dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd wel als die... Dan had eh, je ander, ja, hij komt, hem ja, je handen moeten handen handen. kopen. Ja, je, koopt, je haalt hem in de winter. Als hij straks eindelijk fit is, is het seizoen bijna afgelopen. Kijk, ik snap het verhaal. Als je zo'n speler koopt, dat geldt zelden voor Webster, dat je zegt oké, okay, daar zit potentie in en wij gaan proberen om die jongen te laten groeien. Maar dan, dan moet je hem kopen, vind ik. En nu ga je hem huren. Nee, maar je dus, kan hem niet kopen. Je van Chelsea duur. kan je geen spelers kopen, want die, laten, die, spelers, die willen alleen de spelers laten ontwikkelen bij een andere club. Ja. Ja, en eh. Loyotus kon je ook niet kopen, want die was te duur. Nee, Loijsjes konden we huren. En met eventueel voor de toekomst ook kijken of dat voor de toekomst uh, een speler is die bij Heerenveen kan blijven. Hmm. Maar, maar de club wilde hem in, 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 in een competitie. En je moet niet vergeten, dat zegt hij zelf ook. Ik kom uit een competitie, dat is de twintigste competitie in Europa. En ik ga naar de zesde competitie in Europa. Dus ik moet, ja, ik merk gewoon het niveauverschil, Ik moet aan de bak. Dat is wat hij zelf zegt. En, en en dat is de realiteit. En die tijd moet je hem, moet je hem ook geven. Ja. En die tijd heeft hij ook, want we hebben nog Jay uh, Nunnelly, we hebben Patrick Wallemark en we hebben Osama Saroui. En we hebben hem ook nog. Alleen kennelijk vinden we met z'n allen dat als wij een jongen huren, dat die ook gelijk van toegevoegde waarde moet zijn. Ja. En het liefst heb je dat als trainer natuurlijk ook. Ja, dat zou ik zeggen. Natuurlijk dat... heb je een speler die gelijk, hè, wij waren met Emil Seide bezig van Sassuolo, hè, als extra alternatief, ja. want als Osama er niet is, dat je iemand bezetten voor de linker maar als dat niet doorgaat door of financiële issues, of dat de club hem niet laat gaan, ja dan, dan moet je doorschakelen. Oké, okay, dan ja. nou, nou, zou ik wel graag het volgende willen weten. Als je nou uh, je zegt van ja, kijk, wij wij hebben gekeken naar uh, wat is dan nou... al. Zijn we goed bezig gelijk? Ja Regardes, we moesten ja, toch een ja, beetje kritisch ja. ja, ja. ja, 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 zijn. Je hebt ons uitgedaagd om kritisch naar je te kijken. <há controlleren> zo is het. Wij vullen dat naadloos in. Is ja. <hangeren> dat je zegt van, nou ja, ik heb besloten om euh, niet verder te gaan met Herenveen, omdat ik zie dat er een aantal dingen die ik uh, graag wil zien in mijn uh, selectie niet worden ingevoerd. Is het zo dat Herenveen daarover een fundamenteel verschil van inzicht met je had? Of was het een gebrek aan bijvoorbeeld financiële middelen om aan die dingen te voldoen? Wat was het eigenlijk? Um... Nou, die, die, die financiële middelen, dat, dat is bekend. Dat is niet. Uh, dus niet optimaal. Is niet optimaal. Nee. Aan de andere kant, er zijn best wel jongens gehaald, waarvoor een bedrag is betaald. Ja. Hè, maar als je bijvoorbeeld kijkt aan het begin van het seizoen. Het, 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 je, je, je elftal zo sterk mogelijk samenstellen. Dat kon pas gebeuren op het moment dat Milan van Eeuwijk verkocht zou worden. Ja, dus precies, helaas. Nee, dat, dat snap ik wel. Maar het, ik vind het nogal een verschil maken als je zegt: van ja, we hebben een fundamenteel verschil van inzicht over de nabije en wat verdere toekomst van Herenveen. En daarom wil ik niet meer door. Als dat het is, ja, dan ben ik wel heel benieuwd wat zijn dan die fundamentele verschillen van insteek. Nou, maar ik ik, 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 wil daar wel even op ingaan, want dat is ook een volgende vraag van het verwachtingspatroon. Als we ik zal naar... eerst even antwoord geven, want, ja. want, dat fundamentele is hoe is dat zo? Hoe ga je je elftal samenstellen? Dus, dus welke types wil je in je elftal hebben? We hebben al vaker gezegd, wij hebben ook. In ons elftal rotzakken nodig. We ja. hebben jongens nodig die ongeacht wat er gebeurt doorgaan, overtredingen maken, voorop gaan in de strijd. Ja. Dat heb, die missen we. Ja. Ja. Eh, ik vind dat een essentieel onderdeel in een elftal. Jij wilde er een paar rotzakken bij. Nee, maar dat, dat had gezegd. Eh, we hebben Luc Brouwers erbij gekregen. Dat ja, is een speler dat hielp, die, dat hielp wel. Die, die dat een, een stukje brengt. Ja. Ja, maar wat uh, zegt Ferry dan? Ik wil helemaal weer haaien? Nee, toch? Dat zegt hij niet. Uh, maar. He, dus, dus op dat wezenlijke onderdeel, dus het samenstellen van je groep, ja. hoe moet die uh, opgaan? Het heeft niks met financiën te maken, nee, gewoon nee, met, okay, met hoe, welke types, welk, wat is de vraag? Zijn we ook op de hoogte van de markt? Dus weten we wie we waar moeten hebben? Ja. Dat is ook essentieel. Ja. Uh, zodat als er een jongen vertrekt. Stel, samen wordt straks verkocht, ja. dat je weer, dat je weer nee, de dat volgende hebt. Ik. Maar dan heb ik nog geen antwoord op een vraag. Was er een fundamenteel verschil van inzicht naar de toekomst over de samenstelling van die dit collectie was, dit tussen was, jou en Herenveen. Dit was een van de, de punten waarop, waarop, als je het aan mij vraagt... Dat doe ik. En dat doe je. Ja. Dan is dat een van de punten wat voor mij een, uh, uh, een heikel punt was. Ja, ja. Dat jij, jij zag... Uh, ja, en wat is dan dat verschil? Dat wil ik dan nog. Okay. Wat is dan dat verschil? Jij wil meer rotzakken. Nee, ik, nee. Ik, je kijkt over, over hoe, wat je vindt, wat het huidige voetbal waar het aan moet voldoen. Dus wat voor types moet er in je elftal zitten? Wat wordt er gevraagd daarvan? Ja. Uh, nou, wat voor types heb jij nodig, zeg maar? Waar wil je, welke, wat voor types heb jij graag in je elftal? Nou, als je kijkt naar je elftal, uh, en naar elk elftal, je hebt scorend vermogen nodig... Je hebt uh, intensiteit en loopvermogen nodig, want het huidige voetbal is intensiteit, ga maar kijken. Je hebt, je hebt teamspelers nodig, want je moet samenwerken. Je moet ongelooflijk gezamenlijk druk zetten, van hoog naar laag. Uh, je moet kunnen uh, opbouwen van achteruit, je moet ook opportunistisch kunnen spelen. Er wordt heel veel gevraagd. En waar was Ferrier het dan niet mee eens? Want en die, klinkt heel en logisch. die types, da daar, moet je, daar moet je naar kijken. En de ene heeft meer een gevoel bij... bij Nee, dat zul je het zullen wij ook hebben als wij het hebben over een speler, dat zou jij een goede speler vinden. En je kan die zegt er, van uh, dat, 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 dat is niet mijn type. Dat kan toch? Ja. Zijn er concrete namen die jij hebt neergelegd bij Ferry De Haan, die niet zijn gehaald en dat daar een stukje frustratie achter vandaan komt. Nee. Zonder daarbij namen te hoeven noemen uiteraard. Maar dat is niet het geval. Nee, maar ik ga ook geen concrete namen noemen. Ik ga ja, ook niet, niet. En ik ga ook daarin. Uh, uh, niet met, met mijn vingerwijze of zwarte pietenwijs. Nee, nee, ik, maar ik probeer alleen te hele duiden hele waarom ik... Waarom is ik is wel had... een vraag. Ik bedoel, nee, als zegt van proberen, ik wil dat ja. soort jongens te halen... en Hereveen zegt om wat voor reden dan ook van nou, dat gaan we niet doen... dat kan toch ervoor zorgen dat je niet meer op één lijn zit? En dat, je, dat is ja. heel logisch. En dat je zegt van hier reinigt het. Ja. ja. Nee, maar dat is helder, toch? Ja, precies. Nee, maar, ja. Nou, nou, het, maar is het dat is Het is helder, ja. Nou, dit, dit is een van de punten waar ik van zeg. Ja. Het, het formeren van je elftal... Ja. Het, het, het maar, juist, wat, maar wat Git Jelle zegt, heb jij wel spelers aangedragen, zonder namen te noemen, waarvan op wat voor reden dan ook niet zijn doorgegaan? Uh, nee, ik, er zijn geen jongens die ik, waar ik van zei: ja, het, het, ik, ik heb wel vanaf het allereerste moment gezegd: we moeten Luc Brouw uh, Dat is gelukt. Nee, dat is uiteindelijk niet gelukt, want die ging naar Utrecht. Ja, ja en toen. En, toen. Ja, ja, toen ja, wilde eerst, je hem Dat moest je eerst maar. niet, vo niet ja, voelen. Ja. En, en uiteindelijk... Uh, en daar was Heerenveen het ook volledig mee eens hoor, om hem, om hem te halen. Uh, dat, dat is één voorbeeld. Uh, maar er zijn, er zijn niet... Er is niet een lijstje met namen waar ik van zeg... Ik had hier een lijstje met namen en dat is allemaal uh, ja, afgewezen. Cherie, nou, nee, maar die wilde, die wilde iedereen binnen de organisatie hebben. Okay. Dus, ja. dus ja. dat is niet, uh, dat is, dat is niet okay. gelukt om. Hé, hey, jongens, te doen. normaal gesproken uh, hebben we redelijk in het begin van de, deze uitzending hebben we een aantal stellingen. Ja. Maar ja, we zijn nu toch ja, ook zijn alweer. We al bijna aan het einde van nou, de Nou ja, uitzending. dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Nee, maar ik heb wel een aantal stellingen en daar moeten we even snel antwoord op geven en dan komen we er later weer op terug. De okay. eerste is voor Gint uh, nu, uh, nu Kees zijn vertrek heeft aangekondigd, lijkt de weg vrij voor Maurice Stijn. Lijkt de weg vrij? Ja. Ja, daar dat is maar één antwoord mogelijk. Dus, dus ja. Dus ja Oké. Okay. Nou, Geert, uh, even over Kambuur. Ja. Uh, want ja, Kambuur. Oh, schijnt, ja hij ja, ja, schijnt ja. ook voetbal oh, ja. te hebben het afgelopen jaar ja, We hebben nog negen wedstrijden te gaan, maar eigenlijk zit het seizoen eigenlijk ja, voor mijn, Kambuur al op. mijn gevoel wel, ja. ja, he. ja, he? ja. ja. Kees, uh, ik heb altijd heel veel aan de adviezen van Rulof de Vries. Zeker. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Geert, ik vind dat reservedoelman Brad Minima nu de kans moet krijgen. Oei. Ik ben fan van Brett, dus wat mij betreft mag je het proberen. Oké. Okay. geen Jelle, na Excelsior zat ik ook met een wit zakdoekje op de tribune. <laughs> ik heb geen witte zakdoekjes. <laughs> nee, dus gewoon een nee. 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 En uh, Kees, ik weet al waar ik volgend seizoen werkzaam ben. Zat jij met een wit zakdoekje eigenlijk? Hè? Nee, nee. nee. Ik, ik, was nee. Toen op, ik was toen op vakantie, maar ik zat uh, ergens in, uh, in Spanje uh, te kijken naar die wedstrijd. Met een ja. wit laken zo? Ja. Met een laken, met ja. z'n allen. Ja. Ja. Uit, ja. Laken fuera, uit fuera! <laughs> nou, je kon het begrijpen ook, hè, naar die wedstrijd? Maar stel je vraag nog een keer voor. Oh, ja. uh, ik weet al waar ik volgend seizoen werkzaam ben. Nee. Dat weet je nog niet. Nee. Thuis denk ik. Thuis ja. Thuis denk ik stofzuiger. Ja, ja vind je dat mm. uh, doe je veel huishoudelijke klusjes? Nou, te weinig, maar daar heb je wel alle tijd voor. Daar ja, kan wat meer ja, tijd voor, ja, toch? Ja. We hebben daar dus ook een afscheidscadeau trouwens voor jou. Hier. Ja, een afscheidscadeau. Een mooie mok. Een mok. Dat was wel ja. hè? Ja. Ja, ja, een echte, een echte <laughs> waar, maak het maar open? Ik heb, en... er, ik heb er nog één thuis, dus... Nou, dan heb je nog één. Dan hebben we er nog één. Zo is het. Kijk, er is. een. ja, mooie mok. hartstikke goed. Dankjewel. Mooie mok. Nou, ik wou het eigenlijk nog even hebben over het verwachtingspatroon. Want ik heb me eigenlijk wel een beetje geërgerd deze week. Ik oh, heb een, uh, een stukje gelezen van uh, Kenneth Sandvliet. De, de hoofdscout. ja. En de foto, uh, misschien dat we hem nog even terug kunnen halen van het hotel in uh, Wolvega. Mm -hmm. Daar staat: Het lijkt dat Maurice Stijn daar met een dikke sigaar staat. Dat is denk ik niet zo. Maar, het is een wijsvinger. Het is een wijsvinger. Maar daar staat koers naar Europa. Ja. En eigenlijk is dat in het verlengde van wat Kenneth Zandvliet gemeld heeft. Die zegt van, oké, okay, uh, ik vind dat Heerenveen uh, structureel naar de top 6 uh, moet. En uh, ja, dat dat, dat, dat dat hoort bij de club Heerenveen. En, en dan denk ik van, nou, oké, okay, dat is een mooi streven. Maar het is natuurlijk gebaseerd op niks. Want top 6, dan noem je nogal wat. Je hebt de top 5, waar je gewoon niet aankomt. En dan heb je een, een grote middengroep waarin uh, Heerenveen, Utrecht... Utrecht ja. Uh, Fortuna komt daarbij, NAC, Sparta, NEC, go, go, go Ahead nu. Okay. Ik denk dat Go Ahead iets boven zijn kunnen presteert. Maar goed, dan heb je zes clubs waarvan Kenneth Zandvliet zegt: daar moeten wij elk jaar structureel boven kunnen eindigen. Maar dan denk ik: van waar is dat op gebaseerd? Op een goede jeugdopleiding? Ik denk het niet op dit moment. Op een goed scoutingsapparaat? Ik denk het niet. Op een uh, financieel uh, plaatje dat je zegt als je als club wat mist, dan kun je daar uh, financieel... Dat zeker niet. Kun je zeggen van we halen spelers die we nodig hebben. Dat antwoord is ook nee. En dan zegt hij van ja, maar we hebben zo'n mooi stadion en de mensen die gunnen het. En dan denk ik van dat is gewoon populair. Priet praat, want het is gebaseerd op niks. Ja. En dan zie je die foto, koers naar Europa. Dan denk ik van ook dat als club zijnde geef je dus richting je supporters aan... Dat je vindt dat je daar thuis hoort. Nou ja, maar nou, Kees, ik... volgens mij bij zijn aanstelling, zei je ook van: we willen binnen drie jaar structureel meedoen om de plaatsen voor. Ja, maar, Uren... maar dat bij... was toen wel anders dan nu, vind ik. Het Een van de doelstellingen was, uh, die ze mij hielden is dat we willen uh, in het seizoen 24, 25 eigenlijk toegroeien om structureel bij die eerste acht ploegen te komen die structureel meestrijden om die playoff plekken. Dus om is een keer weer Europees voetbal te halen. Nou, dat, dat vond ik een heel reëel doel. Je moet wel ambi ambitieus zijn. Dus je moet wel ja. uh, uiteindelijk een doel hebben waar je naartoe uh, werkt. Of dat reëel is, gezien uh, de financiële situatie en, en de mogelijkheden, dat is, dat is misschien nog uh, in relatie tot de andere ploegen. Ik weet niet of dat reëel is, maar. Het is, het is een amb ambitieus... Uh... Ja, maar als je dat als club zo uitspreekt, dan, dan zadel je je trainer ook op met een verwachtingspatroon wat eigenlijk niet reëel is. Want als we kijken naar de ranglijst, vorig jaar achtste, jullie staan nu negende, kun je niks van zeggen. Als je kijkt naar de, naar de financiële middelen, uh, inhoud van de selectie, dan kun je niet zeggen Kees van heeft het slecht gedaan. Als je kijkt naar de ranglijst. En toch is het sentiment is niet heel positief. Nee. Dat, nee, is dat, wel dat, gek. Dat, dat is eigenlijk wel eens. gek. Ja. Ja. Want vorig jaar ook. Je wint alle wedstrijden van Cambuur. Uh, je wint alle wedstrijden van Groningen. Dus alle derbies die win je. Je, je. je haalt eigenlijk de doelstelling. Deel Zijn de enige playoffs. club in, in het noorden van Nederland die op het hoogste niveau spelen? Ja. Maar wat is dat dan? Dat sentiment. Heeft dat dan toch een beetje te maken met dat het misschien niet altijd even amusant is geweest? Ja, maar ah, als je deels... nou benadrukt van hé, hey, wij, willen, wij willen naar die top 6, naar die top 8. Daar willen wij bij horen. Dus het verwachtingsbestroom bijstellen gewoon? Nou ja, ik vind dat je als club dat niet moet zeggen. En dat je als trainer daar alleen maar last van hebt. Heb jij het als een uh, last ervaren, die, die, die verwachting die uh, Geert Jelle nu neerlegt? Nee, niet zozeer uh, deze uh, verwachting die is neergelegd. Maar je, je voelt wel dat, uh, en dat komt denk ik uit het verleden, dat de wens uh, is wat het, wat het vroeger was. Ja. Uh, dat Die wens is er. Dus op het moment dat wij... Uh, Moeite hebben om sommige wedstrijden te winnen. Ja, of we, laatst speelden we tegen Zwolle, dan is het, of tegen GoHead, of tegen XL, dan is het aan de voorkant van. nou, dat, ja, ja. Die, dat wordt 4-5-0. Ja. Dat is ik, dat ja, verwachtingspatroon. Dat, is, dat ja. leeft er nog steeds. Ja. Dus dan valt het natuurlijk enorm tegen. Dus dan krijg je inderdaad een, een sentiment wat ik. Wat, ja. Die ik ook zo voel. Van, uh, maar ja, Riemer Riemers zat hier aan tafel en die zegt gewoon hier aan deze tafel: Van. Uh, ja, Herenveen die eindigt natuurlijk binnen nu en zoveel jaar in de eerste divisie. Ja, dat heeft hij hier gezegd. Zeker. Ja. Nou, dat is niet de minste die dat zegt. Ik bedoel, en ik ben ook wel eens hier aan deze tafel en negatief. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook zo, als je kijkt naar de financiële middelen en de organisatie die er staat. Ja, als je een exploitatietekort hebt, als je jaarlijks 8 miljoen euro te veel uitgeeft. Ja, maar hoe kun je dan communiceren dat je koers naar Europa? Je moet zorgen dat je in de Eredivisie divisie blijft, dat is al een uitdaging. Want als ik naar de eerste divisie kijk: uh, Groningen. Uh, NAC, Willem, Willem 2, II, Roda JC, Kambuur met een nieuw stadion, dan heb ik al vijf clubs, die noem ik op. Die gaan tussen nu en vijf jaar die gaan een serieuze bedreiging voor Heerenveen vormen. Nou, ik heb, ik heb gezegd, de club is, is langs een heel dun lijntje gelopen. Hè, of loopt het eigenlijk dit seizoen? Omdat heel lang moest de club wachten op de verkoop van Milan van Ewijk. Om uiteindelijk een, de, de vervolginvestering te doen. Uh, daar, daarmee was je eigenlijk al in de competitie om nog je, je spelers in te passen. Uh, met een paar tegenvallers kan, dat ook, inderdaad, kan je ook zo in een jaar uh, terechtkomen waar Groningen in terechtkomt. Ja. Uh, dat, dat ligt heel dicht bij elkaar. En de concurrentiestrijd ligt veel dichter bij elkaar. Dus zo eenvoudig uh, is het inderdaad niet. Okay. Ja, wie legt dit uit aan Maurie <laughs> Ja, nou ja, Ferry, je mag dat gaan doen. He? Maar ja, goed, is Maurie Stijn een logische uh, keuze? Nou, ik weet niet. We gaan van de keurige jongen uit Bergen gaan we naar het straatschofje uit Den Haag. <laughs> ja. <laughs> dat is ja. ook wat. Ja. Ik vind het contrast wel, uh, wel contrast groot. Is, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat vind ik wel een punt. Dat contrast zou het Stijn worden. Want dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. Dat is wel een, een ja, totaal andere personality dan, dan jij bent. Hè? Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Ik denk dat hij bij verschillende clubs, uh, het, het, bij VVV heeft hij ze laten promoveren. Is ja. die, uh, hij heeft bij ADO in het begin goed gedaan. Hij heeft ja. het Europees voetbal gehaald. Hij heeft en bij Sparta nou, goed je gedaan. Je ruzie, bij Ajax ja. Wat hij bij Ajax kan, kan hij bij Heerenveen ook? Ja, dus je kan het glas is half vol, half leeg. Ja. Maar ja, je moet toch als club zeggen: van uh, die kant willen we je op en da daar ja, hoort een bepaalde weer, trainer bij. Bedoel ik bedoel, ik weer, ja. als jij zegt: van ik wil die club wil ik weer gaan opbouwen, en uh, ik wil van, van, van begin af aan wil ik de jeugdopleiding, scouting, daar wil ik mee aan de slag. En daar is een rol voor de trainer weggelegd. Dan moet je niet Maurice Stijn hebben. Want Maurice Stijn is een passant. En die gaat twee jaar trainer bij Heren Veen zijn. Als hij, als hij komt. En die hoopt dan weer een stap te kunnen maken. Dat, dat is... geldt voor heel veel trainers, geert, Ja, ja, ja oké, okay, maar zijn. als club bepaal jij het beleid. En daar zoek je een trainer bij die daarin past. En niet andersom. Nee. Het beleid ook van Herenveen, volgens mij staat het ook in het beleidsplan. om uh, amusant en aantrekkelijk voetbal uh, te spelen. Um, ben je daar ook voldoende in geslaagd, vind je? Creatief voetbal. Creatief. Nou, uh, toen ik kwam, toen uh, had Heerenveen ook een, een wat mindere periode achter de rug. Uh, toen ging uh, Ole Tobias, dan nam het over van Johnny Jansen, en die ja. moesten toen voor lijfsbehoud strijden. Ze zijn toen naar uh, een systeem gegaan met vijf verdedigers. Ja. Ja. En daar zijn, ze hebben ze uiteindelijk de play-offs mee gehaald. Uh, dus toen ik kwam, toen zeiden we: Oké, okay, dan gaan we. Oh, het zou gek zijn om dat weer helemaal overboord te gooien. Dus we, we gaan in die lijn verder, omdat heel veel spelers ook bleven. Dan kreeg je de bijnaam Keesje Beton, minister van Defensie. Ja, dus nou, wij gingen op die lijn verder, inderdaad. Al die bijnamen kwamen om de hoek kijken. Nou, we waren redelijk solide, we hadden goede resultaten. Alleen het voetbal was: We hadden geen initiatief. Het was heel stroperig, weinig kansen. Uh, dus daar, daar, daar keek je zelf ook niet met plezier naar. Dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd: Van. Nou, we gaan het anders doen. We gaan weer 4-3-3. We gaan terug naar buitenspelers. Eh, ook door de verkoop van Amisar en de komst van uh, Saroui bijvoorbeeld. Uh, Rami al had daar een, bijvoorbeeld een rol op 10. Uh, dus toen zijn we weer richting uh, veel meer in wat de DNA van Herenveen is, inderdaad. Spelen ja, toen met kreeg je zoveel tegendoelpunten. Toen, toen kreeg weet we je. Ik weet niet hoe je nou heet gaat de kees, ja dus, ja, het, is dus, dus het, is ook het is nooit goed, dus ook nooit, dus zo moet je op zoek naar de balans. Maar ja. ik vind ook helemaal dat dat vind ik helemaal terecht. Bij Herenveen hoort uh, attractiviteit, ja. horen artiesten van de zijkant, hoort verzorgd voetbal, herkenbaar voetbal, maar wel ook met strijd, mouwen op stropen, uh, team, uh, spelers die vechten voor voor elkaar. Dat moet je ook terugzien. Ja, en die spelers heb je dus te weinig. Uh, en daar kan Veen er nog een paar van gebruiken. Ja. Want dat gaat het elftal wel, uh, helpen. Maar als je nu kijkt naar de wedstrijd tegen Ajax... dat is hartstikke leuk, man. Ja. Dat was, dat was ik denk. ja. Dit zit dus wel in dit elftal, kennelijk. Heeft ook wel te maken met de tegenstander. Ja. Dat heeft misschien ook wel wat met de slag. Ja. Giet Jelle is wel eens in de 65 minuten gewoon naar huis gegaan. Naar huis. Of niet. Of televisie uitgezet. Maar goed, kijk, dat, dat klopt. En daarna speelden we tegen Go Ahead. En dan, ja. is dat, dan verlies je met ja. 2-0. Dat ja. sentiment slaat dan om. Ja. He, maar als je in het puur sect uh, kijkt naar hoe het plaatje is... dan spelen wij thuis tegen de nummer zes in de Eredivisie... die hartstikke stabiel en lastig te bespelen zijn. Zij hebben volgens mij één schot op goal ja. gehad. Die vliegt er ook nog in via de hand en de paal en de rebound. Uh, Jullie domineren de 45 minuten lang. Maar dat is, dat is een andere wedstrijd, een ander vertrekpunt. En, en dan komen we terug op het verwachtingspatroon. Maar het verwachtingspatroon is... go ahead thuis, Ajax gehad... Ja, dit wordt 4-5-0. Ja. Maar dat, zo zijn de verhoudingen niet Maar als je dan moet kiezen, Kees, ga je dan voor amusement of voor resultaat? Ja, dat, is, dat, dat moet hand in hand gaan. Hè. En, uh, ik, ik denk dat amusement belangrijk is. Uh, je wil vermaakt worden. En dat hoeft niet altijd door een mannetje die een trucje doet of, of, een, hè, of een, een individuele actie. Dat kan ook zijn door het, een collectief, of door vechtlust of door opportuniteiten. of wat dan ook. Uh, maar de, het, het, daarvoor speel je voetbal. Hè. Mensen zitten in het stadion om vermaakt te worden en en, en daar moet je dat is wel moeten wel streven zijn vind ik. Maar ja, ja. elke trainer wordt afgerekend op resultaat. Ja, dus alles over boord gooien en zeggen, mij nou, maakt het resultaat niet uit als ze maar attractief voetbal spelen. Dat, dat gaat ook niet. Dat gaat niet. Nee. Nee. En 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 een mooi voorbeeld of of slecht voorbeeld eigenlijk daarvan is uh, Pascal Jansen bij AZ. Die club, die was, was allemaal zo positief. En het was van onderuit. Het gaat allemaal geweldig. En vervolgens, een paar wedstrijden resultaat minder. En hij wordt eruit gegooid. Ja. Ja. Dan denk ik van: dat vond ik echt schandalig. Maar hij die zijn beste spelers kwijtraakte. Ja, hij moet maar dan behoorlijk. denk ik van: dan nou word je als trainer je zo afgerekend ja. Ja. binnen een club. die te boek staat als een zeer goed georganiseerde club. Met professionele mensen die, ja. uh, die er veel verstand van hebben. En dan is uh, een aantal wedstrijden valt het resultaat tegen. En dan gaat de trainer is de kop van Jut. Ja, ik vind dat. Onbegrijpelijk. Zou Pascal Jansen misschien ook nog een trainer kunnen zijn voor Heerenveen? Oh, dat denk ik zeker. Ja. Ik vind het ook een beetje gevaarlijk hoor, om dit te zeggen, en dat heb ik wel meer met discussieprogramma's of praatprogramma's, omdat je niet exact weet wat de reden is waarom iemand uh, zeg maar, niet houdbaar is voor de organisatie. Het hoeft niet ja, alleen maar aan de, aan de resultaten te liggen, dat kan ook aan andere factoren liggen. Dus... Nee, maar ik, mijn mening is op basis van wat ze in de pers gezegd hebben. En in de pers is gezegd: van resultaten vallen tegen en we hebben niet het idee dat Pascal Jansen dit om gaat draaien. Ja. Dus nemen we afscheid. Ja. En wel. je weet, Kees, de pers heeft meestal gelijk. Ja, dat is waar. Dat is ja, zo. Dat is, Geert, vorige week heb jij je een beetje uitgehaald naar uh, Jong Ajax. Want het was allemaal niet zo goed geregeld bij Jong Ajax. Eh, vervolgens stapte je in de auto richting Jong PSV. Ja. Hadden ze het daar beter voor elkaar? Nou, dat zal ik je vertellen. Daar hadden ze het precies hetzelfde. voor <laughs> de kritiek was dat ik ooit eh, met een aantal collega's bij het hek van de toekomst ben tegengehouden door een suppositie die zelf nogal belangrijk vond. En die had bepaald dat wij niet voor 7 uur het terrein mochten betreden. Het regende, het was klote weer, Wij stonden daar nat te worden en die maakte nee. Je komt er niet in. En toen heb ik gezegd: Ik kom nooit weer op de toekomst. En dat doe ik ook. Ik kom er ook nooit weer. Maar nu dan was je de ik, Van maanden gaan we nu naar het sympathieke jong PSV. Daar zal het allemaal anders zijn. Ik kom 20 voor 7 betreed ik daar, althans dat wil ik, het terrein. Er staat een mevrouw die zegt: Bent u van de pers? Ik zeg ja, dan mag u er niet in. Ik zeg: Zij hebben We zijn nou alweer beleven. Ja, je zei niet eerder dan 7 uur. Dus uh, de gastvrijheid niet weer te wensen over? Ik denk: Krijg nou de nou zeg ik, Dat Heb ik weer. <laughs> Het was is niet verliezen. dezelfde post. Nee, dat had ik <laughs> Nee, want die andere was een man en deze. Ja, was een ja, vrouw. Je ja. moet je tegenwoordig ook reuze voorzichtig mee zijn. Ja. Maar dat, ja, nee, dat is, ik vind dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Dus je komt nou ook niet meer bij jongen. Ja, Meester. ja, maar dan kom ik straks nergens meer. Want ik word ook zo dwars als een. Als ja, een, als maar hoe, een, als hoe komt het met Cambu? Want Henk is met de handen in het haar. Ja, nou ja, je moet niet te veel met de handen in het haar zitten. Uh, Cambu zal nog wel eens een paar wedstrijden winnen. Maar die gaat er ook nog een paar verliezen. En ik denk dat het uiteindelijk allemaal niet genoeg is om de play-offs te halen. Dus kan je nu al richten volgens het seizoen. Maar dat ja, was de zal... stelling. Ik zou dus inderdaad maar een mooie richting volgend seizoen. En, en proberen voor het eigen publiek nog leuke wedstrijden te spelen. Moet ook niet te negatief doen, trouwens, vind ik. Want dan zag ik uh, maandag of zaterdagmorgen moest ik het Kambusanaal monteren. En dan zag ik die, die mogelijkheden voor Kambuur. Ah, met een beetje mazzel sta je ook binnen vijf minuten met 2-0 voor. En dan krijg je een ander verhaal. Je hebt nog wel een en, hele en lege de Het die neemt één corner. één corner, hè? één, De eerste corner. En die Lijkt het een, Friese, de... een Friese ziekte dan? Ja, He? en, de, ook een en erin, in, Nee, dan maar, in... maar ook vaak kansen creëren. Vaak in de eerste helft. Ja. Uh, Geen verschil maken en dan hop ja. tegenstander. Dus, dus Henk de Jong had een punt. Als zei niet een schot om goal, liet, we staan een en lachter. achter. Uh, wat natuurlijk helemaal fout is, is dat die hele kleine Secucilla Silla uh, wordt geposteerd naar die grote uh, Xandro Schenk, die centrale verdediger. Ja, die, 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 die ligt hem op, die valt er overheen en, en doelpunt. Maar dat was niet handig uh, verdedigd. Nee. Maar. Ja, dat is wel Cambuur op dit moment. Het is, het, dat heeft ook wel wat met kwaliteit te maken. Hoe je dat organiseert en hoe je het neerzet. En wie het neerzet. Want dat mist Cambuur natuurlijk. Kees Wille Rotzak, ja, die, had, die heeft Cambuur ook nodig. Je moet even zeggen? Ja, dat heeft een wormgoor. Ja, een hooligan. Maar die is vooral... Ja, wie? Wormgoor. Ja, maar die staat er nu hier man. Nee. Nee, die is ook gehaald en die speelt ook niet. Nee, die speelt ook niet. Die is nee. niet fit. Die is niet fit. Nee. Nou, dat schiet niet op dan. Nou, en John, die voelt niet je... meer. Die heeft voor mij met de knieproblemen. Heb je een Rosserik op de bank zitten? Van hey, Mullum is al toch? Van Mulem is. Ik vind van Mullum steeds, steeds beter worden. Maar dat is ook, die heeft ook al een beetje. Ja, die heeft dat wel. En die speelde Cherry uit de weg. Een beetje uit het gif wegwijs, in zijn donder. Dat speelde Cherry uit de weg. Dat ja. deed hij heel goed. En die vind ik ook wel prima. Maar het is allemaal, denk ik. Wat te weinig kwaliteit. Ja, maar dan goed. Moet dan ook maar eerlijk zijn. Hé hey jongens, het was jullie misschien al opgevallen, maar uh, Roelof en Andor, die zijn er niet. Die zijn nu onderweg vanuit Insel bij het WK Schaats. Ze zitten nu in de auto uh, richting uh, Friesland. Maar uh, vorige week toen vertelde Roelof het volgende. Even luisteren. Kees van Wonderen neemt u en vooral mij zeer serieus. Dat weet je mee. Ik bedoel, ik ga brouwen. de Spili die speelt het. Ik zou Maar de Ruut van de H23, is gebeurd. Het draait wel graag ja, ja. om daar. Je Stel, het klopt. <laughs> Ik stel nou voor: je Rosboot meer me opstellen. Met zien. Nou, met zie of mijn wat? Alle, a, want alles is beter dan Dat wat er nou is. Dat je wel. Nou, dit voelde. dit. ja. Dit fragment heb jij wel vijftien keer Ja, Dit heb ik aan diverse Friese experts laten horen. Van wat wordt hier nou gezegd? Ja, dus uiteindelijk kwam het antwoord. Wat zegt hij? Wat je bent er Je moet zonder rechtsbuiten spelen. Want jij dacht eerst: je moet met rechtsboeten spelen. Jij denkt: een Scandinavische Wie Zegt hij nou: moet ik nou met Neten Tua on? Ik probeerde. Ja, maar hij, is... maar hij zegt eigenlijk ja, wat zegt hij? Hij ja. zegt eigenlijk gewoon helemaal geen rechtsbuiten opstellen. Nee. Geen rechtsbuiten moet je afstellen. Kan je, je daar met... wat mee? Kappen mede met die rechtsbuiten. Nee, want dan doen we geweld aan de DNA van Hereveen. Ja, Hè? dus ja. spelen met buitenspelers, <laughs> verzorgvoetbalartiesten van de zijkant. Uh, dus dat is uh, nee, dat is vloek in de kerk. Nee, dit is vloek Rolof. in de kerk. Vier, ja, hier ga, kan ik, eigenlijk hier niet. ga ik niet met je mee. Ik luister hier. naar alles wat je zegt, maar nee. Nou, dit was Roelof wel. Dus wel de voorzitter van jouw fanclub. Dus dit, dit komt wel, uh, ja. dit komt wel aan. Maar ook, ook, een vraag van die mannen was, want waarom stel je eigenlijk? We hebben het net ook al een beetje besproken. Loisus Loisu. waarom stel je die nog gewoon niet op? Omdat die gewoon nog niet zo ver is. Nou ja, het, volgens mij is het heel logisch als je kijkt naar wat is Loisus Loisoo voor een speler. En waar rendeert hij het beste? Nou, op rechtsbuiten, dacht ik. Rechtsbuiten. Het is een vaardige speler die goed is in de eindfase op het veld. Dus op het moment dat je heel erg op de helft van de tegenstander speelt en je moet door compacte organisaties spelen, zoals we bijvoorbeeld wel tegen uh, Excelsior hebben ervaren, dan heb je jongens nodig die daar de openingen in kunnen vinden. Daar, dat is onder andere een kwaliteit wat hij goed beheerst. Kom je wat verder van, het, uh, van, van de goal van de tegenstander te spelen en met meer ruimte. Dan is Tjay Nunnally met zijn snelheid weer iemand die uh, daar beter bij past. He, die afweging. Dus, en we hebben tot nu toe uh, op, op, op Go Ahead Eagles, waar hij inviel, uh, Loyces. Uh, maar voor de rest is het veelal, hadden we veelal behoefte aan, aan uh, iemand die diepte in zijn spel heeft. En, en gebruik kan maken met zijn snelheid van de ruimte die er ligt. Dus dat is tot nu toe de reden dat Loïses nog niet zoveel uh, gebruikt is. Okay. Nou, je mag niet doorwisselen, maar gisteren de eerste helft, dan uh, had hij wel mee kunnen doen. Want ik vond de eerste helft was Herenfijn uh, well, best wel de bovenliggende partij. Ja, voor... ja maar ja. ook niet zodanig dat wij echt in de, in de echte eindfase kwamen en dat het daar stokte. Hè. Het was eigenlijk. Nou, hij heeft ook een beetje te maken met, uh, met Saroui, dat hij het niet helemaal heeft op dit moment de laatste weken. Want daar maar komt... vind je dan ook, ja, Saroui, heeft het ook te maken misschien met het feit dat Saroui steeds vaker naar binnen trekt, waar het al heel erg druk is. Moet hij niet gewoon minder die vrijheid krijgen en blijft maar gewoon lekker aan die linkerkant? Ja, maar als je, als je, ja, je mag het niet over vroeger hebben. Hè, maar, maar Kees is 55 volgens mij. Ja. Ik ben 49. Uh, als ik achterin speelde en er stond uh, rechts buiten, bijvoorbeeld Ken het Goudmijn. Die zei van als ik één op één sta, dan moet je niet wagen dat je eroverheen gaat. Hij zei: Ik wil één op één. En je ziet nu in het moderne voetbal, als Saroui één op één staat, dan komt kolen eromheen. Dan denk ik soms ook: van laat Saroui lekker één op één staan en aan de buitenkant. Alleen het moderne voetbal is allemaal naar binnen en de bek moet eromheen. Of ben je het niet mee eens? Nee, niet helemaal. De, de, met name de afwisselingen dat zie je op, op, op het allerhoogste niveau ook. Dus de, het initiatief en het juiste moment, de overlap, de underlap van de backs, dat is hartstikke lastig te verdedigen. Uh, maar sommige spelers die vragen wel van als je die in die 1 tegen 1 hebt, laat die de 1 tegen 1 spelen. Maar ook met name de, de twijfel bij een tegenstander als je komt in een overlap, dat die, dat die binnen door kan, zeg maar, dat een tegenstander twijfelt. Dat is een extra wapen. En ik denk de afstemming tussen Mats en, en Osama is wat dat betreft prima. Uh, ik ben het ook niet helemaal eens met wat je zegt... over dat Osama weer in, in een hele matige fase zit. Nou, Ge heel matig niet, maar hij is minder dan hij geweest is. Gisteren vroeg uh, Sander de Vries, daar mij ook naar, van, over Osama. Van de Leeuwardenkrant. En toen zei ik, van nou, ik vond hem gisteren ook minder. Uh, maar toen stond er ook van, uh, heeft een mindere periode. Dat ben ik niet mee eens, want als je kijkt naar Zwolle... En dat heb ik ook tegen Osama gezegd. Er is maar één iemand die die wedstrijd beslist tegen Zwolle. En dat is O'Sullivan. Want die overtreding, die penalty wordt op hem gemaakt. Waarbij hij van links naar binnen komt. En de tweede bal is de steekbal op pellen. Uh, en, 2-0 en de wedstrijd beslist. Dus uh, dat zijn ook de, de, de feiten. Ja. Hé hey jongens, ik heb hier twee kaarten liggen. Voor uh, niet het minste affiche. Herenveen uh, Feyenoord. Uh, jij kon niet, hè? Dus ze Ik zijn vrij. Er. Ja, oh, je, bent er wel. je bent er wel. En we hebben er natuurlijk een prijsvraag bij. En de prijsvraag is: uh, hoeveel eredivisie-wedstrijden heeft Kees gespeeld voor Feyenoord? Weet je het zelf? Ik durf het niet exact zeggen. Neem maar nee, maar een richting ongeveer. Uh, ik heb een idee, ja. maar dat moet ik niet zeggen. Ah, zeg maar gewoon. Ja, wat is het ongeveer? Denk ik denk in de trant van 250. 250. Nou, de mensen die mogen ongeveer... Nou, wat zullen we doen? Vijf en na zitten? Ja, Moet het exact goed na. zijn. Ja, moet kunnen. Ja? Nou, dan is altijd het moment van Geert. Ja, dat is mijn Geert, moment. Als Kom hier met kaart, we? Ja, als je altijd Het moment van de sportcast. <laughs> want uh, dat doe ik in het vries, dat snap jij. <laughs> ja. Vrienden en vriendinnen van de sportcast. De andere camera, andere camera, die? Geert. Ja, geen idee. Het lampje brandt. Ja, er brandt niks. Kijk nou naar die camera. Waar zie jij een lampje branden? Links, Dat brandt geen lampje. Nee, nee, die, die? Ja, ja. Ja? die? ja, die is het. Uh, vriendinnen en vriendinnen van de podcast: ze winnen de wedstrijd. Wat topkaten voor een geweldige wedstrijd. Wat een affiche is dat. Jarre van Feyenoord, Komende Snij, Jalbert Abel Enstra Stadion. Even de vraagbaan wil je in de kist er gratis bij wijzen. Hoe volle wedstrijden had u gast in de podcast? Kees van Wonderen spelen van die prachtige club het u, Sport at en. Arjen, inderdaad, zet die namen, adres en telefoonnummer erbij, want dan kunnen we die goed berikken, want we matten rap rap rap. Sport.omrofriesland.nl Bestieden van wonderen bij Feyenoord. Kom maar op, hartstikke idee. Nou, dat doe je uitstekend, jongen. Even oer Andries noppen. Andries noppen, die traint nu met uh, Harm Couperes om zijn oude vorm weer een beetje te pakken, te krijgen. Heeft hij daar toestemming voor gevraagd aan jou? Ja, hij heeft. Uh, hij, hij kwam op een gegeven moment met, met de vraag. Uh, en toen heeft uh, Ruud zeg maar, an, of, uh, Harme uitgenodigd op het stadion, samen met Andries erbij. Ze zijn met z'n drieën gaan zitten en ze hebben een, een plannetje gemaakt hoe dat een vorm te geven. En wat ik al eerder zei, er zijn heel veel spelers die extern extra dingen doen op kracht, op mentaal, op, op, op techniek of wat dan ook. En, en als je dat in overleg doet, is dat prima. Dus, dus Ferry was op de hoogte, iedereen was op de hoogte. Maar ook dit weer, er wordt een foto gemaakt. En, en dat gaat een heel eigen leven leiden. Ja, maar dat schijnt dan ook zo. De, de relatie tussen Ruud Hesp. en Andries Noppen zou ook niet. Ja, zou eigenlijk verder van optimaal zijn. Daar heb jij geen signalen van gekregen? Nee, daar heb ik geen signalen van gekregen. Uh, en wat ik al eerder zei, er, zijn, er zullen, zullen best jongens zijn. die tegen mij ook zoiets hebben van. Uh, wat een rare snuiter. of. Uh, daar, daar kan ik niet helemaal mee. Maar je, je werkt met elkaar. en. Uh, en, en dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Uh, dus, maar, maar je hebt niet met iedereen uh, de maximale klik. Dat is, dat is ook helder. Ja. Maar hebben zij, zij hebben geen maximale klik. Maar zij, nou, zij werken gewoon prima met elkaar. Uh... Maar goed, Ansander de Vries, weer van de Leeuw Krant... heeft daar een artikel over geschreven, uh, dat die relatie dus niet optimaal is. En dan vervolgens zet hij dat ook online. Hè? Dat artikel komt dan ja. ook online. En dat artikel is gelijk. Dat die relatie dus niet verder van optimaal is. Weet je door wie dit artikel is gelijk? Nopper. Lu Lucie Noppert, de moeder van. Lu oh, dat wil ik dus humor. Nou, maar, dan, maar dan is het dus meer aan de hand, Kees. Dan zit er ergens een keer van waarheid. Dus dan ga ik even praten met de heren. Ja, dat ja. Lijkt, me, dat ja. lijkt me even mee bezig. Ja. Ja. Arbeel, Lucy. En Lucie uitnodigen dan. Hè? Ja. Maar hoe kan het nou? Want jij bent toch een beetje de ontdekker van Andries Snoppert? Nee, nou, nee, dat is dat die credits krijgt Harmeke Oké. Okay. Maar jij hebt hem mede groot gemaakt? Ik opgesteld. was toen de trainer van Go Ahead. Jij hebt uh, hem opgesteld? Ja. ja maar Dankzij kwam... jou heeft hij Qatar gehaald. Harmer kwam bij mij toen en hij zegt, ik heb een keeper uh, en die komt wel van een blessure. Hij zegt, maar die heeft voorwaarden. Als we die op het juiste spoor krijgen en ermee aan de gang gaan, kan dat een hele interessante keeper worden. En nu uh, is het van het spoor af? En nu is hij weer even van het spoor af hoe kan en nu dat? moeten we hem weer op het spoor krijgen. Ja, maar hoe kan dat? Dat hij zo ver is weggezakt. Ja, dat is soms onverklaarbaar. Ik heb ook daar de... En, en Andries zelf ook niet, want anders had hij, het, had hij het al langer veranderd. Maar het is, het is super sneu, ook voor Andries zelf, hè, dat je vanuit waar hij vandaan komt naar het, op het allerhoogste niveau komt en vervolgens weer in deze periode oh. uh, of in deze fase van je carrière terechtkomt. Ja, dat gun je hem niet. En dat is ook, ja, dat, dat is ook voor Herenveen en voor ons natuurlijk super uh, pijnlijk en jammer. Omdat hij, we hebben natuurlijk gezien wat hij vorig jaar voor Herenveen en daarvoor ook voor Goed heeft betekend. in het pakken van punten en zich onderscheiden. En uh, nou, op het moment dat je dat niet hebt, ja, dat is, dat is natuurlijk voor iedereen doodzonde. Ja, nog negen wedstrijden te gaan, jongens. En de moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Nou ja, wat zou nou een goede trainer zijn, Git voor Herenveen? Nou, wat ik eerder al zei, dat ligt aan het beleid van de club ja. en de visie van de club. Nou, dit is een programma, waar we gooien graag wat namen op tafel. Oké, okay, dan gooi ik. Uh, ik heb, de, die had ik zelf trouwens ook al uh, in mijn hoofd. Rick Kruis, was vandaag ook in het nieuws. Ja, van VVV Venlo. Ja, en uh, als je kijkt naar een trainer die een verleden heeft. en die denk ik iets kan betekenen in de hele opbouw van, uh, van de club: uh, Robin Veldman. Robin Veldman. Ja, die zit toch in Schotland, of niet? Ja. Ja. Nee, weet je wat ik vind? Ik vind eigenlijk, ik vind wel, ik vind wel een originele fonds trouwens, Robin Veldman. Maar ik vind dat Heerenveen ook echt op zoek moet gaan naar een trainer. Bijvoorbeeld, je hoort ook wel Ruud van Nistelrooy. Hè? Die hoor je dan voorbij komen. Ja. En die gebruikt dan eigenlijk Heerenveen als springplank om verder, weer, om weer verder te komen. En ik vind eigenlijk dat Heerenveen nou gewoon een trainer moet hebben die de club verder brengt. <coughs> en ik had ook echt verwacht dat dat met jou zou gaan gebeuren. Maar helaas, maar... de club is verder afgegleden en er is niks van overgebleven. Nee, nee, dat ja, wil ik dan dat ook is weer niet zeggen. Is, uh, ja. Ja. Nee, dat is uh, ja, niks nee, nou, erin te brengen. Nee, ik, ja. nee, maar nee, je, maar ik ben blij dat je eerlijk bent. Nee, nee, nee. Dat, maar Gert, maar, Gert Kruis wil ik helemaal niet Maar Rick Kruis, dat is ook alweer een jongen die gebruikt dan de club, zeg maar, om een volgende stap te maken in zijn carrière. Ja, maar dat, ja, dat hoeft op zichzelf niet zo'n probleem te zijn. Want dat maar als je nou bijvoorbeeld een wel... Alex Pastoor of zo. Ja, maar ja, die heeft ze toch al meer bewezen. Ja, ik moet niet? trouwens, uh, jij roemt uh, Ruud van Nistelrooy. Dat is wel de naam die ik uh, van een. Uh, Nee, ik mag over het algemeen een uitermate betrouwbare bron doorhebben gekregen. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Dus Ruud en... van Nisterrooy, We krijgen binnenkort ook foto's van het Van de Valk Hotel in Wolvega met in Ruud van Nistelrooy. Met gelukspet. Of ergens in Brabant. Oh, dat Dan kan ook. Of zomaar in... ergens in Brabant zijn. Maar dat, dat, is, uh, dat is toch een ernstige aanwijzing die ik heb. Okay. Maar ik zie het ook niet zo wat jij zegt, hoor. Dat dat een probleem moet zijn, dat een trainer. En dat, dat, dat voorkom je toch niet. Spelers en trainers die het goed doen bij een club. Ja. Daar wordt aan getrokken. Zijn en die gaan een stap hoger maken. Allemaal, dus, zijn Allemaal gezet. Ik denk dat je dat, juist op moet hopen. Dat een trainer komt. die ja. na twee jaar weer weg is. die het zo goed doet. Ja. Dat die, uh, want dan he, heb je goed werk afgeleverd. Ja, zo is ja. het. Ja. het nou ja, Robin Veldman, het ben ik, ben vind het. Het. ik vind het een, een, wel een verrassende, verrassende naam. Hij heeft natuurlijk een verleden bij de club. Is dat een, een pre-eigenlijk als iemand een verleden heeft bij de club? Nee, dat op zich niet. Dat maakt op zich niet veel uit. Alleen het is heel logisch dat mensen nu uh, naar uh, Alex Pastoor gaan kijken. Want omdat hij het nu goed doet. Nou, dan en dan heb, je het... dan heb je precies een voorbeeld. Wat zijn theorie ontkracht? Nou doet Alex Pastoor het heel goed bij Almere City. En dan doet hij het zo goed dat er interesse komt van hoger spelende clubs. Ja, maar Alex dat Pastoor heeft gaat. zich natuurlijk op je langere termijn ook bent, wel. Maar dat is hoe het gaat in een Ja, maar dat is toch niet erg? Als je, me, je erg. Je, als je elkaar op een hoger niveau brengt. Club, ja, en trainer toch, en spelers. Dan is dat toch een ja, uitstekende zaak. Maar ja, waarom kwamen ze bij mij? Ik bedoel, ik heb, het, ik heb twee jaar bij Ahead gewerkt. Ja, heb je goed gedaan? Ja. Kroonprins. Ja, dus dus dan, dan, ja, zo werkt het nou eenmaal. Ja, een ja. ja. ja maar het als je is geen de... garantie dat je dan vervolgens. Nee, uh, je nek... hebt nu ja, een veel groter het... probleem dan, uh, dan toen. Want er is geen hond meer die dat wil. Nee, precies. Nee, dus dat wordt ja, van, stofzuigen. Van onderaf beginnen. <laughs> Gewoon, <Ja>. de fout was eruit. De fout was ja. er. Al die <laughs> klusjes. Ja. Oh. Nee, maar ik, nou, weet... nou, ik hoorde net. Uh, bedankt voor je support daarin. Dus dat, uh, dat dat een en ander in perspectief is geplaatst. Hè. Dus in wat is er vorig jaar gepresteerd en waar staan we nu? Is dat nou zo heel gek? Uh, en ik ga helemaal niet zeggen dat ik, dat ik nou geweldig werk heb geleverd, maar nou ja, iedereen kijkt daar op zijn manier naar. Ja. Dus, uh, ja, je wil wel met ook, opgeheven hoofd ja. de deur uit, en dat kan ook, door de je, je wilt je wilt toch je. gewoon Als jij nou gewoon, uh, wat ik eigenlijk vanaf het begin heb voorspeld, Heerenveen haalt die play-offs wel, als je dat nou gewoon doet... Dan je toch, twee toch... keer play-offs, je wint twee keer van Kambuur, twee keer van Groningen. Dan heb je toch... Volgens paar... mij uh, dus dan best kritische noten te, te, te stellen en die, die maak ik naar mezelf ook, uh, helemaal niks mis mee. Uh, maar er gebeuren echt niet hele rare dingen. Volgens mij. Uh, nee. In ieder geval niet naar onder. Uh, geweldig graag wat meer naar boven. Uh, dus de wedstrijd van Ajax. Dat, dat onderschrijf ik helemaal. Dat, daar wil je graag wat meer dat van hebben. Heel leuk om dat te kijken hoor. En ja. dat is wat, wat voetbal ook is. Maar dan ga je zitten. En je wordt hem middag prima vermaakt. Ja, ja super. Ja. Ja. Maar was het misschien ook zo? Oh, sorry, Git Maar Maar in 2004 stopte je vrij abrupt met je, met je voetballoopbaan. Uh, ik las dat je toen geen plezier meer had. Nou, niet abrupt. Ik was 35. Maar je, je stopt ik... omdat je geen plezier meer had? En ik had nou, ik had een een achillespeesblessure, dus ik, ik koos er eigenlijk van fysieke ongemakken voor om te stoppen. Ja. Maar... maar heb je nu nog wel plezier? Uh, jawel, uh, maar, maar soms is het ook hard werken, zeg maar. Omdat is, er zijn echt wel dingen te doen. Uh, dus, uh, maar ik denk dat iedereen in zijn werk wel af en toe ervaart dat het soms staai is en dat je daar even doorheen moet. Ja, dat is... Je moet ook wel eens dingen doen die niet leuk zijn. Exact. Ja. Mijn vrouw zegt altijd: er moet er ook iemand de WC schoonmaken. Nou, dat kan ze dan ja. nou lekker zelf doen. Ja. Ja. Dus dat is, ongeveer, dat is ongeveer, het perspectief wat voor jou, is. Dat nu kan kees. ik nou weer gaan doen. Ja. En terecht. Wil jij nog wat zeggen, Gitjelle? Nee, nou, nee? Het, ging, het, het ging net even over, over uh, terugkijken en naar dit jaar en vorig jaar. En dan denk ik van: uh, kees van wonder werd gehaald als trainer twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Herenveen heeft eigenlijk exact gekregen wat ze met Kees Verwonderen in huis hebben gehaald. Dat is een realistische trainer. Een gentleman richting uh, de, de buitenwacht. Ja. Uh, maar een uh, tikje behoudend. En het voetbal is uh, een klein beetje grijs. Nou ja, het tenue en het haar. Uh, ver... <laughs> ja, dat, dat, het is een beetje grijs. En ik denk dat dat wel uh, dat, dat, dat een beetje de conclusie is van de afgelopen jaren. Ja. Kun je daarin meegaan? Nou, het voetbal is van iedereen. Dus iedereen mag daar op zijn manier naar kijken en, uh, uh, en een mening over geven. Dus, uh, ja, maar ik ik, dat ik, nou, ik je vroeg hem even af het behoudende. Waar dat, waar dat, dat, dat kan ik me in het eerste halfjaar wel voorstellen. Hè, zeker omdat we dat systeem speelden. Uh, maar, hè, want nu is het, wordt het juist soms wel eens naïef genoemd hè, met veel tegengoals. Uh, dus dat, dat is. Maar goed, als dat het ja, beeld is. Maar ook is, keuze. Dan... Nou, beeld. Kijk, wat ik ook al zei. Uh, hoe heet die jongen? Die kwam op rechts buiten. Hoe zijn Ali daar vol Ja. Ja, dat heeft uh, resultaat opgeleverd. Dus daar kun je achteraf kun je daar niks van zeggen. Uh, ook het feit dat uh, Pelle van Amersfoort in de spit staat. Uh, omdat hij verdedigend ook zijn dingen doet. en uh, omdat de alternatieven wellicht uh, kwaliteit tekortkomen. Maar dat is wel een beetje een teken, vind ik, uh, dat er realistisch gevoetbald wordt met oog voor resultaat. En, en dat hoeft niet negatief te zijn. Alleen zo wordt het door de gemiddelde heerenveen supporter wel ervaren op dit moment. Ja, ja duidelijk. Ja. Goed, jongens. Wat, uh, wat we niet kunnen ontkennen is dat je haagrijs is. Nee, en uh, trainers je je ook niet. Dus Zeker. Hij nee. zat er niet zo ver naast. Jongens, wat we ja. nog hebben, is, uh, dat zijn de overdenkingen. Tuurlijk. En de overdenkingen, dan moet je, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Bikkelhard. Oké. Okay. Nou weet je dat vast? Ja. Uh, Geert. <laughs> ja. De Stewards bij Jong Ajax of toch liever de Stewards bij Jong PSV? Nou, ik, uh, Ze kunnen voor mij allemaal de boom in. <laughs> Heel duidelijk. Allen, zij allen kunnen den boom in. Goed zo. Uh, Geert Jelle, Maurice Stein of Ruud van Nistelrooy? Uh, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. En de laatste is voor Kees. Een jaartje een Sabbatical of toch op zoek naar een andere club? Uh, dan ga ik voor het eerste. Een jaartje een Sabbatical. Ja. Want klaar is Kees. Nee, we komen er niet op terug. We komen er niet op terug hoor. Nee. 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 nee, klaar is Kees. Nee. Ja. ja, is Kees. Zo is het, jongens. Ja. Uh, nee, Wieke, dan uh, we de Verseels werd. Nee, Wieke, we de wer. Maar je nagel naar podcast. Ik zou ze graag omdag. Dag.